we proberen, zeg maar, ja, onze roker Marco probeert gewoon elke dag de kwaliteit die waarvoor we staan van Boschypaling zo hoog mogelijk te houden. Dat doet hij met heel veel liefde en heel veel passie. Jaar geleden hebben we een winkel geopend in de Rijnstraat waar onze producten te koop zijn. En met de opening van de winkel hadden we een leuke actie waar we die 10.000 kleine palingjes hebben uitgezet. Ja, en ik heb altijd een droom gehad om echt een eigen palingrokerij te hebben. Ja, dit is, hier staan we. Ja. Marco die is als 17-jarig jongetje begonnen bij een palingrokerij. En hij had de droom om ooit zelf een palingrokerij te beginnen. Nou, dat is nu gelukt, want daar staan we in. We staan in de ambachtelijke palingrokerij in Katwijk. En ik ben mede-eigenaar. En ik vind het ook een fantastisch mooi iets dat ik daar een deel mag nemen. Dus top. We zijn op zoek gegaan naar een juiste locatie voor een palingrokerij te gaan beginnen. Je kan niet overal terecht voor een rokerij. Totdat we bij dit pand terecht kwamen waar de mogelijkheden waren om te gaan roken. Er is een hoop vooraf gegaan, een grote bouw, een nieuwe betonvloer gestort, goot in de vloer. Nieuwe koelcellen gebouwd. Ja, dit is waar we nu staan. Dit is het resultaat. De rokerij is het hart van onze rokerij, zeg maar. Daar gebeurt het. En we proberen, zeg maar, onze roker Marco probeert gewoon elke dag de kwaliteit die waarvoor we staan van Boschypaling zo hoog mogelijk te houden. Dat doet hij met heel veel liefde en heel veel passie. Dat is ook wel te zien en dat proef je ook terug in onze ambachtelijke producten. Ja, de paling die gaat 's morgens vroeg tappen we die uit de leefbakken. Die gaat de verwerking in, die gaan we schoonmaken, strippen, een pekelbad geven voor de smaak. En dan gaan ze de rookkast in. Ja, de rookkast dat is eigenlijk het belangrijkste proces wat eigenlijk zorgt voor de lekkere smaak door het eikenhout wat we gebruiken. En daarna wordt die teruggekoeld en de volgende dag wordt die gefileerd. En waarom de volgende dag? Dat doen we omdat eigenlijk de rooksmaak nog beter in het product kan trekken. Wat eigenlijk zorgt voor een nog betere smaak. Om het zo maar even te zeggen, en kort. En vervolgens gaat dat de koelcel in. En dan is het wachten dat de klanten bellen. En dat zij aangeven van wij willen zoveel van dat en zoveel van dat. Heb jij na het zien van deze video ook zo'n trek gekregen in onze ambachtelijke producten? Kom dan naar de winkel in de Rijnstraat.